De 19e eeuw is de eeuw van de industriële samenleving. En die had allerlei gevolgen, onder andere voor die nieuwe grote groep van die arbeiders, de arbeidersklasse. En dat zijn voor een groot deel ook negatieve gevolgen. Daarover gaat de sociale kwestie. En aan de ene kant wordt dat een politieke discussie, die sociale kwestie, maar het gaat natuurlijk ook vooral om die arbeidersklasse, dus het is ook een sociaal iets. Nou, wat zijn dan zo wat gevolgen van die industriële revolutie? Daar hebben we het al over gehad toen het ging over die industriële revolutie, maar ik pak er even twee grote gevolgen voor de arbeiders uit. Ten eerste is dat het productieproces dat verandert. Dat wordt gemechaniseerd, er wordt met behulp van machines geproduceerd, in steeds grotere en luidruchtigere fabriekshallen. Nou, een eerste gevolg daarvan is dat de handwerklieden, de ambachtslieden, hun baan kwijtraken. En je ziet dat die zich dan ook als eerste in vakbonden beginnen te organiseren. Organisaties die opkomen voor de belangen van die handwerklieden. Maar ook voor die arbeidersklasse die ontstaat zijn er allerlei gevolgen. Want die komen nu in die fabriekshallen te werken. Ja, en daar liggen de verhoudingen toch wat anders dan dat ze lagen op die werkvloer van zo'n kleine werkplaats waar eerst producten gemaakt werden. Het wordt veel onpersoonlijker. De verhoudingen die worden harder. En bovendien kunnen die machines heel erg gevaarlijk zijn en is het werken ongezond. Het is dus slecht voor de gezondheid. Maar niet alleen fabrieksarbeid is een gevolg van die industriële revolutie. Ook de massale urbanisatie, de trek van platteland naar stad. En dat heeft ook grote gevolgen voor de arbeidersklasse, want hun woonomstandigheden veranderen compleet. En omdat die steden zo snel groeien, moeten er snel heel veel huizen gebouwd worden. Maar daardoor worden die huizen niet goed gebouwd, zijn ze van slechte kwaliteit en ze waren sowieso vaak heel erg krap. En in die arbeiderswijken die er ontstaan, ja, daar is de hygiëne niet bepaald goed en dat zorgt ook weer voor allerlei gezondheidsproblemen. Veel mensen buiten de arbeiderswijken trekken zich daar in principe weinig van aan, die hebben daar niks mee te maken. Maar toch gaan er steeds meer stemmen op van mensen die wel in aanraking komen met de arbeidersklasse om er iets aan te gaan doen. En dan moet je denken aan artsen en aan priesters en aan schrijvers bijvoorbeeld. In tijdschriftartikelen, in brieven en in boeken en in allerlei andere oproepen brengen zij deze negatieve gevolgen van de industriële revolutie onder de aandacht. En daaruit ontstaat uiteindelijk de discussie over de zogenaamde sociale kwestie. En de kwestie is een probleem. En hier is dus sprake van een groot maatschappelijk en groot sociaal probleem. Eigenlijk bestaat die sociale kwestie uit twee punten. Ten eerste, hoe kan er iets gedaan worden aan die armoede en die slechte werk- en leefomstandigheden van die arbeidersklasse? En tweede punt is de vraag hoe die arbeidersklasse geïntegreerd wordt in die burgerlijke maatschappij. Want nu lijkt ze toch vooral een beetje buiten te vallen als een soort onderklasse. En steeds meer mensen die kijken daarbij richting de politiek. De overheid die moet ingrijpen. En dan komt de discussie dus ook op gang. Moet er sociale wetgeving komen die het lot van de arbeidersklasse verbetert? En daar zijn zowel voor als tegenstanders voor. Nou, en die gaan we eens even op een rijtje zetten. Voorstanders zijn bijvoorbeeld de vooruitstrevende liberalen, de linksliberalen. Dat zijn dus liberalen die wel eventueel voor verandering zijn. In principe zou je als liberaal kunnen zeggen, de overheid moet zich niet te veel bemoeien met de maatschappij, want je moet mensen zo vrij mogelijk laten. Maar de linksliberalen die zeggen van, nee, je kunt mensen wel zo vrij mogelijk laten, maar deze arbeiders die hebben gewoon niet eens een kans tegenover de werkgever. En ze hebben ook geen kans om zichzelf tegen hun onrecht te verzekeren, wat eigenlijk wel hun verantwoordelijkheid zou zijn. Want ze hebben er gewoon geen geld voor. Dus, deze mensen zijn zo kansarm, daar moeten we iets aan doen. Nou, tegenover die linksliberalen staan dus de conservatieve liberalen, de diehard hardcore liberalen zou je kunnen zeggen. En die willen dus geen overheidsingrijpen. Want als jij het voor anderen op gaat lossen door middel van sociale wetten, dan zorgt dat uiteindelijk alleen maar voor afhankelijkheid. Oftewel voor luiheid en voor een gebrek aan zelfstandigheid. En dat is nou juist wat liberalen willen voorkomen. Dus de liberalen die zijn verdeeld. Daarvan moet wel gezegd worden dat de standpunten van de linksliberalen die worden in de loop van de 19e en begin van de 20e eeuw steeds populairder, ten koste van die van de conservatief-liberalen. Ook de confessionelen zijn verdeeld. Aan de ene kant heb je de sociale confessionelen en die gaan dan vanuit christelijk oogpunt er naar kijken. En die zeggen, ja, dit is eigenlijk niet eerlijk, er is geen sprake van naastenliefde en die werkgevers die buiten de arbeiders eigenlijk alleen maar uit en daarom moeten ze beschermd worden door middel van sociale wetgeving. Daartegenover staan weer conservatieve confessionelen. En die zeggen van nee, dit is geen zaak voor de politiek. Armoede is een door God gegeven iets en de arbeiders moeten gewoon hard werken om te doen
wat ze kunnen om het beter te krijgen. En ze moeten tevreden zijn met de rol die ze in de maatschappij hebben gekregen van God. Ze moeten onderdanig zijn. Nou ja, en de grootste groep die natuurlijk op gaat komen voor de arbeiders, dat zijn de socialisten. Maar daarbij zagen wij dat er een scheiding was tussen sociaaldemocraten aan de ene kant en de communisten aan de andere kant. Nou, de sociaaldemocraten die zeggen, ja, sociale wetgeving moet er komen, want arbeiders staan zwak tegenover de werkgevers en ze hebben geen geld voor verzekering. En dit is de enige manier om het lot van arbeiders te verbeteren. Terwijl de communisten dus juist zeggen van, nee, je moet uiteindelijk dat lot van die arbeiders wel verbeteren, maar niet door middel van sociale wetgeving, maar door middel van een opstand, een revolutie. Precies zoals Karl Marx het voorspeld had. Wetgeving gaat niet ver genoeg, de arbeiders moeten door middel van een revolutie de macht grijpen. En dan zien we dat er langzamerhand steeds meer sociale wetten komen. Zeker vanaf 1900 ziet de overheid het als haar taak om de woon- en werkomstandigheden van de arbeidersklasse aan te pakken.